Dit is Tijd met Jezus, jouw dagelijkse Bijbelmoment. Luister in de stilte naar Gods stem. Vandaag luisteren we naar dit Bijbelwoord, Filippenzen 4, vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Wat valt je op aan deze woorden? Wat raakt je? Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat mij de vreugde van je leven zijn. Ook als er verdriet en verwarring is vanwege dingen die gebeuren en die je niet in de hand hebt, blijft er altijd reden om je te verheugen. Ik ben er. Ik laat je niet alleen. Ik laat je lachen omdat er altijd weer genade is. Een nieuw begin. Hoop op een betere wereld. Wees daarom altijd verheugd, omdat ik er ben en zijn zal. Eeuwig. Bid deze woorden en blijf dan nog even in de stilte van Gods aanwezigheid. God, vul mij met uw vreugde. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.